Rakhi, oftewel Raksha Bandhan. Nou, dat is het feestje voor broers en zusters. En de bedoeling is dat de zus voor de broer zo'n veiligheidskoordje, zo'n koordje bindt om de pols. En dat is als teken van liefde, maar ook dat zij in de broer een beschermengel ziet, een vriend ziet, een persoon ziet op wie zij kan rekenen. In de afgelopen jaren is dat allemaal gaan veranderen, want dan wordt het niet alleen maar gebonden voor de broer, maar de zus bindt het ook voor de persoon in wie ze de eigenschappen van een broer ziet. En dat kan een goede schoolvriend zijn, dat kan gewoon een buurjongen zijn, kortom, in wie zij de kwaliteiten van een broer ziet. En op deze maandag is het dan Raksha Bandhan en wij van TBN Prime Alert, maar ook van radio en televisie Trishul, willen van hieruit alle broers en zusters een hele fijne Raksha Bandhan toewensen. We spraken er in de winkels van Rams en Kavish met een paar personen en vroegen hun om te vertellen voor wie ze de Rakhi kopen en wat deze persoon voor haar betekent. Ik ben Harpa Sanya. Ja. Sanya, je bent op zoek naar Rakhis? Jawel. Ja. Hoeveel Rakhis zal je kopen? Ik zal twee kopen. Dus je hebt er twee broers? Eentje heb ik als schoolbroer gemaakt en eentje heb ik als biologisch. Ja. Jawel. En wat betekent Rakhi voor jou? Raksha Bandhan voor jou, pardon. Wat betekent Raksha Bandhan voor jou? Ik zou het niet weten, maar ik weet dat je meer respect hebt voor je broer of zowel je broertje. Mm-hmm. Jawel. Ja. En waarom heb je, zijn ze, één is een schoolbroer en de andere is wie, je echte broer? Ja. Ja? Ja. En wat betekenen ze voor je? Oké, mijn broertje, mijn biologische broertje hij is alles voor mij, omdat ik mijn Aja in hem ziet. Dus vandaar. En mijn schoolbroer, hij motiveert me in alles. Mm-hmm. Hij motiveert me in alles, in welke situatie ik dan ook ben. Ja, hij is de schoolbroer. Jawel. Ja? Ja. Wat betekent het voor jou dat toch wel een broer of een broertje in jou ziet? Kom een beetje dichterbij, ja. Wat betekent het voor mij? Ja. Je waardeert het? Ja, ik waardeer het, ja. En ze is echt als een zus of een zusje voor je? Ja. Ja, wat zou je aan hem willen zeggen op deze dag? Fijne Raksha Bandhan. Ja, lekker. Ja. Ja. Ja, ja. En aan je broertje thuis, wat wil je hem zeggen? Ja, hij is nog jong. Als hij ouder wordt, dan zal je het begrijpen. Dus ja, en alsnog een fijne Raksha Bandhan. Wat wil je aan alle broers en zusters zeggen? Fijne Raksha Bandhan aan jullie allemaal. En verder wil ik zeggen, jullie moeten respect hebben voor elkaar, wat er ook dan gebeurt. Maak geen ruzie, we leven nu in een moeilijke tijd. Ja, er kan alles gebeuren, maar hou het voor altijd goed. Ja. Dankjewel, fijne Raksha Bandhan. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben bezig Rakhis te kopen. Ja, dat klopt. Ja, hoeveel gaat u kopen? Twee. Ja. Ik heb al eerder gekocht, maar twee ontbrak. Dus, ja, dus voor hoeveel mensen gaat u binden? Voor vier. Met vier broers? Twee broers en twee neven. Okay. Wat betekenen ze voor u? Ze betekenen veel voor mij. Ze zijn mijn broers. Ze staan altijd klaar voor mij. Mm-hmm. Wat zijn de namen? Naveen, Sherwin, Jayant, Prashant. En wat zou je ze van hieruit willen zeggen? Nou, ik zou ze van hieruit willen zeggen dat ik gezegend ben als zus om ze te hebben als mijn broer. Want ze staan altijd klaar voor mij. Dus mijn wens naar hun toe is dat God ze natuurlijk de rijkste zegen geeft. In gezondheid, in welzijn, succes in het leven. En dat ik ook altijd klaar voor hun kan staan. Ja. Kunt u een voorbeeld geven waar ze altijd klaar voor u hebben gestaan? Ongeacht wat ik ze ook vraag, zijn ze al ready voor me. Ik hoef niet te twijfelen als ik ergens vastzit. Ik heb een probleempje, ik bel ze en ze zijn al daar voor mij. Wat zou je aan alle overige broers en zusters willen zeggen in verband met Raksha Bandhan? Nou, het is een heel bijzonder band dat een broer en zus met elkaar hebben. Dus behoud het maar altijd zo. Heb altijd elkaar lief. Ondersteun elkaar. En wees voor elkaar.
in Raksha Bandhan. Dankjewel. Jewel. Jewel. Jij bent ook bezig raakjes te kopen. Ja. Hoeveel raakjes ga jij kopen? Voor mijn baya koop ik deze en voor mij koop ik deze. Oké, ja. En hoe lief is baya voor jou? Heel lief. Ja? Als het zomaar zegt. Hoe heet hij? Prashant Dinai. Oké, en wat zou je van hieruit aan Prashant willen zeggen? Hij is heel lief. Hij moet nog een beetje harder werken op zijn repetities en zo. En hij moet zijn best doen. Dus hij is een lief. Wat is hij, broer of broertje? Is hij jonger dan je? Ben je ouder. Hij is ouder dan je. En hij is lief tegen jou. Ja? Ja. Alles wat je hem vraagt, doet hij voor jou? Niet alles. Ja. Wat wil hij bijvoorbeeld niet voor je doen? Als ik hem vraag, baya, wil je komen om de schapen eten te geven, dan zegt hij nee, want hij is bang voor de schapen. Oké. Over het algemeen is hij wel heel erg lief. Ja. Ja. Oké, en hoe ga je het binden? Gewoon zo voor hem? Geniet met lekkers en zo? Ik ga het gewoon zo binden voor hem. Ja, en daarna ga je hem een stevige brassa geven. Ja. Goed zo. Fijne Raksha Bandhan hoor. Dankjewel. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, deze graagje te kopen. Jawel. Hoeveel graagjes moet je? 5 voor mij, 5 voor mijn zusje. Dat is toch een heleboel? Ja, toch wel. Ja, 10 broers? Nee, 5. Maar dan wij beiden binden voor. Jullie beiden binden voor 5 personen. Ja. En zijn dat je biologische broers? Nee, neven. Die als broers doen. Ja. Wat betekenen ze voor u? Heel veel hoor. Ja. Ja. Hoe heten die 5? Je hebt de oudste, dat is Atis. En dan heb je die andere, Chanel, Adish, Edith en Ayush. Ja. Ja. Wat zou je ze van hieruit, als je de camera kijkt, wat zou je ze van hieruit willen zeggen in verband met deze bijzondere dag? Heel veel lang leven wil ik ze toewensen en dat ze ook op ons blijven letten, want dat is eigenlijk het feest, hoor, dat ze je beschermen. Dus ja, vooral dat lang leven, zodat ze ons blijven beschermen. Helemaal. Ja. En hoe doe je dat? Gewoon binden of gaat dat met een koekje of met een snoepje of met iets zoetigs? We zijn van plan iets zoetigs aan ze te geven, samen met het binden. Ja. En verwacht je iets terug van hun in de vorm van een cadeautje? Nou, een brasa is meer dan voldoende. Ja. Want toch vechten we de hele dag, dus een brasa is geweldig. Ja. Yes. En u zegt het, ze zijn echt broers, neven, op wie u allemaal kunt rekenen? Ja, helemaal. Mocht ik iets nodig hebben, kan ik echt een beroep op ze doen. Okay. Beide van ons. Eigenlijk onze andere zusje ook, mijn andere zusje. Maar die is er helaas dit keer niet bij, de volgende keer. Die bijzondere band tussen jullie is niet alleen een Raksha Bandhan. Nee. Ik neem altijd al. Altijd, altijd. Overal zijn we samen. Ja. Wat zou je van hieruit aan alle broers en zusters in heel Suriname willen zeggen? Dat ze van elkaar blijven houden. En dat ze de band blijven versterken en niet laten verwateren. Soms zijn het kleine dingen, hè? Maak dat we boos worden op elkaar. En dan zijn het dit soort momenten. Ja, want ja, niet wanneer de persoon er is, dan ga je huilen. Maar nu moet je het leuk maken met ze. Fijne Raksha Bandhan. Dank u, ook. Hoe gaat het met u? Goed, goed. Ja, u bent bezig graag iets te kopen. Jawel. Ja. Voor wie gaat u binden? Broed is natuurlijk. Hoeveel heeft u daar? 2. Jawel. Hoe heten ze? Vijay Kumartikai en Manoj Kumartikai. En wat betekenen ze voor u? Ja, heel veel. Ja. Het belangrijkste is dat ik niet naar bij hen hoef te gaan. Ze gaan bij mij komen. Okay. Ja, dus ik moet me voorbereiden. En hoe doet u dat? U bent of... Vertel welke ceremonie houdt u. Nee, gewoon met liefde. Ja, natuurlijk. En ik doe geen aardie. Ja. Ik heb wel een zoetigheid. Dat ga ik even de mond zoet maken en dan ga ik binden en zeggen ja, wij als broer en zus moeten we altijd onze verband hebben en dat we altijd ook zo samen moeten blijven en gelukkig ook. Ja, dat is het. En verwacht u een cadeautje van hun? Eigenlijk hoeft het niet, maar ja, als ze met plezier geven, dan ga ik ook niet weigeren. Ja. Stevige brassa zegt al heel veel. Ja, dat is heel veel, ja. Wat zou je alle broers en zusters in Suriname willen zeggen op deze bijzondere dag?
Ja, heel gelukkig met elkaar leven en blijven en samen ook goed op elkaar letten. In moeilijke tijden bijstaan. Ja, dat is het. Fijne Raksha Bandhanan. Ja, u ook en ieder. Alle keuze gemaakt. Goedemiddag. Ja, alle keuze gemaakt. Ik ga nu naar huis en dan ga ik voor mijn broer binden. Voor hoeveel personen moet u binden? Ik moet voor 3-4 personen binden. Allemaal uw biologische broer? Nee, ik heb 1 biologische broer. En hij zei Neva. Neva, jawel. Hoe heet ze? Mijn broer, in de camera kijken. Ja. Mijn broer heet Dharmesh. Mm-hmm. En je hebt eentje Shivin, je hebt Sagar en je hebt Joy. En je hebt ook nog eentje dat die heet Wasant. Wat betekenen ze voor u? Oh, ze betekenen heel veel. Mm-hmm. Dat is een broer en zus liefde. Mm-hmm. Ja, dat hij me ook moet beschermen. En ja hoor. Ja. En u kunt altijd op ze rekenen als u ze wat vraagt? Jawel, sowieso. Ja. Altijd op ze rekenen. En zijn ze streng voor u? Ja. Broers zijn altijd streng voor hun zus. Dus, die liefde is er altijd. Ja, die liefde is er altijd. Ja. En hoe doet u dat? Is er een ceremonie met aarti of zo? Hoe doe jij dat? Nee, ik ga gewoon naar ze toe en ik ben de raki daar. Met een zoetigheid? Jawel, met een zoetigheid. Ja. En dat was het. Ja. En dan, ja, en dan praten we een beetje, we babbelen, ja, ja. We eten samen, we drinken samen en dan is dat alles. Ja. En verwacht je een cadeautje? Nou, voor mij per se hoeft dat niet. Ja. Maar, brasa. Ja, een brasa is genoeg van ze. Wat wil je van hieruit aan het broers en zus in Suriname zeggen in verband met Raksha Bandhan? Ik wil ze allemaal zeggen, happy Raksha Bandhan en geniet van je dag en jullie moeten lief zijn voor elkaar. Fijne Raksha Bandhan aan u. Dank u wel. En ook aan u hoor. Hallo. Al een keuze gemaakt? Nee, nog niet. Ik ben aan het moet u daar kopen? Volgens mij rond de 20. Ook voor mijn dochters. Oh, 20 in totaal? Ja. Oh, en voor hoeveel mensen gaan jullie binden? Ja, ongeveer 20. Allemaal biologische broers? Neven. Okay. En hoe gebeurt dat? U moet naar verschillende adressen gaan? Nee, we verzamelen op één plek. We zijn net geweest naar een adres. We gaan straks bij Majun en daarna gaan we bij mijn Mausun. En dan komen ze in groepen bijeen. Okay. En hoe gebeurt dat? Met een ceremonie, met aarti? Hoe doen jullie dat? Wat is de traditie bij jullie in de familie? Nou, we doen het eigenlijk op een vrij normale manier. Gewoon inderdaad binden. Even een succeswoordje voor het komende jaar. Een bedankje voor je broer en een knuffel. Ja. En een beetje zoetigheid. Ja. Wat zijn de namen van de personen voor wie je moet binden? Nou, we hebben Shailin Bhai, die is de oudste. We hebben Riwaj, die is een neef, die is jonger. En dan hebben we voor onze andere neefjes Arif. We hebben Zeen. En we hebben Rian. We hebben Suraj. We hebben Arjen. We hebben Kishan. Ja. Het zijn er echt een aantal. Ja. Wat zou je ze van hieruit willen zeggen in verband met deze bijzondere dag? Nou, dat we ze sowieso als broers zijnde heel veel bedanken dat ze er altijd voor ons zijn. En ook natuurlijk met oog op de toekomst, dat we er altijd voor elkaar zijn. Ja. Maar zijn ze over het algemeen ook streng voor je als broers? Nee. Ze zijn vooral lief. Maar je kunt vooral op ze rekenen. Zeker. Ja. Ja. Wat zou je aan alle broers en zussen in Suriname willen zeggen in verband met deze bijzondere dag? Zorg goed voor elkaar. Blijf goed voor elkaar zorgen en wees er voor elkaar indien nodig, wanneer nodig. Ook zonder dat iemand het zegt, probeer er voor elkaar te zijn. En niet alleen op de dag van Raki, maar altijd. U, wat zou u zeggen? Nou, heel veel geluk voor de broer en zus altijd. En dat ze vooral geen ruzie, maar altijd goed samen zijn. En jullie ook een hele fijne Raksha Bandhan toegewenst. Ja, dank u wel. Bedankt hoor, te maken. Dat klopt. Ja, heb je gestoord in de... Nee, heeft me niet gestoord. Ja. Wat betekent deze dag voor u? Deze dag betekent... wat ik heb geleerd is dat de band tussen een broer en een zus er altijd zal zijn. Ja. Ja. En voor hoeveel broers moet u binden? Dus ik heb 2 broers in Nederland, dus daarvoor stuur ik 2.
En er is op de post. Ja, ik kan zelf niet binden. En er is een neef van me hier, die is ook een broer. Dus die ga ik zo meteen voor hem binden. Ik probeer u niet emotioneel te maken. Nee, maar ik maar, net wel. Ja, nee, maar de afstand nu en de dag van vandaag. Ja, hoe voelt u zich dan op dit moment? Best emotioneel, want ik hou heel veel van mijn broertjes en ik mis ze enorm. Maar het is goed, zoals het is. Wat is de band die jullie hebben? De band die we hebben is oneindig. Is amazing. Ja, zeker. Scherm Engels voor je? Helemaal. Je kunt altijd op ze rekenen? Absoluut. Ja. Ze zijn jonger dan ik, maar ze zijn wijzer dan ik ben. Wat zijn de namen? Avinash en Wirinder. Wat zou je dan, of gewoon zijn mijlenver zijn, wat zou je Avinash en Wirinder van hieruit willen zeggen? Mag ik het in? Oké. Afi en Fi, vanuit hier wens ik jullie een happy Rakhi. En een hele fijne Rakshabandhan. Ik wil jullie zeggen dat ik ontzettend veel van jullie hou. Ik mis jullie vandaag extra. Maar we zien elkaar snel en dan bind ik de Rakhi voor jullie. Love you. Ja. Wat zou je aan alle broers en zussen in Suriname willen zeggen in verband met deze bijzondere dag? Dat whatever er is, weet je, dat je verbonden bent met elkaar en dat er altijd ruimte is om te praten en dat je moet weten dat je uit hetzelfde nest komt. Ja. Dankjewel, fijne Rakshabandhan. Dankjewel hoor. Ja. Yes.